Vanavond valt het doek voor het oudste café van Boksel, Café de Boer. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Historisch moment vandaag. Ja. Vertel, wat gaat er vandaag gebeuren? Ja, we maken een eind aan vandaag, hè? We maken er een eind aan? Ja, aan de laatste dag vandaag. Dus tot, het café gaat sluiten? Gaat sluiten. Definitief? Vanavond. Na 47 jaar gaan we sluiten. Mooi geweest, hè? Wat was de reden dat jullie gezegd hebben van we gaan sluiten? Leeftijd, hè? Ja, een beetje behouden. Het moet een keer stoppen, hè? Het kan nog een jaar doorgaan, maar het komt ook een keer, hè? Dus dan, jaar, dat is een hele tijd, hè? Kun je een beetje vertellen over de historie? Ja, daar moeten we over denken. Vroeger waren we open van 's morgens 9 tot 's nachts 1. Wanneer zijn jullie begonnen? In 78. En hij heeft 2 jaar van tevoren voor zijn ouders gewerkt nog. In 78 zijn we voor zijn eigen begonnen. In 78 was het café van jouw ouders daarvoor? Daarvoor was van ouders. Van mijn vader was ervoor, hè? En die zijn vader. En die zijn vader weer. Nou, ik heb gelezen dat het van rond de 1690 is, het café. Ja, het café, ja. Maar wij doen dan zeg maar 160 jaar, denk ik. Opa, ik ben de vierde generatie nu, dus. Ja, de vierde generatie van Herp. Ja, en dat is een traditie, ja, dat moet er net op maken een keer, hè? Een traditie, hè? Dat zijn tradities. Als het een goede traditie is, dan zou ik zeggen, hou hem eens dan, maar. Maar ik moet een keer stoppen, hè? Maar de kinderen, die hadden geen zin om het over te nemen? Die hebben dan zitten kijken hier 40 jaar, die vinden dat wel goed. We hebben allemaal een goede baan, dus. Wat zijn nou de leuke momenten geweest dat je zegt, nou die sprongen er echt uit? Ja, die zijn wekelijks denk ik. Ja. Nee, maar vroeger boerzoekband of de Filiep en vroeger motorritten en molenritten. Die motorritten, waar hield hij in? Ja, die reed een beetje in Brabant rond zo, hè. Eén keer per jaar was. En die vertrokken vanaf hier, zeg maar? De molenrit, de jaarlijkse molenrit was dat, ja. En dat Vierlejeppe, hoe ging dat dan? Want ik zie hier nergens, zie je nergens water. We hebben vroeger graaf hier gehad. Dat was toen parkeerplaats en dan kwam de brandweer kwam vullen. Wij maakten stijgen en dan kon dat. Maar ja, tegenwoordig gaan we niet meer binnen. Hurricanes, dat is jouw band? Huisband, ja. En hoe lang bestaat die al? Nou, ook al 25 jaar denk ik. Ik weet ook niet precies. Bijna maar zo lang als het café bestaat? Nee, nog niet, man. Nee, maar wel heel lang, ja. Wat is het verschil tussen vroeger en nu? Ja, vroeger waren de hele dag open. Het liepen mensen binnen en eruit. En de bakken kwamen, de slager en de poortboog. En nu is het alleen maar ja, feesten en partijen. En kijk, en de jeugd die gaat niet meer weg. Ja, s'nachts om 12 uur of om 1 uur. Dus daar redden ook niks meer aan. Want jullie draaien denk ik hele lange uren. Want hoe laat beginnen jullie 's morgens en hoe laat eindigen jullie? Ja, het begint 's morgens met de ruimen. Hè, dan in te richten. En dan begint het feesten. Dan de nacht erop weer. Hè, moet weer poetsen. En de laatste keer, hè? Ja, de laatste keer. Ja. Vaste klant hier? Wat zeg jij? Vaste klant hier? Nou, vaste klant, ja. Zelfs personeel. Mijn beste vriend en personeel. Ja. 3-1. Ja, precies. Ja. En hoe moet dat nou straks?
Ja, daar zijn we ook met z'n allen het nog niet over eens. Nee. Uithuilen. En opnieuw beginnen, zeggen ze dan. Maar ja, dat doen ze niet. Opnieuw beginnen. Dit is niet, dit kan niet opnieuw beginnen. Echt uniek. Ik ben vast klant, ja. Zeker. En we gaan elke zaterdag gaan we hier naartoe. En we zijn nou een dubbel van waar we nou naartoe moeten. Maar dan zei Perel op dit moment van waar moeten we nou naartoe? Ja, ik denk dat dat een probleem gaat worden. Dat is een heel groot probleem. Jazeker. Dat is een groot probleem. Zijn er nog andere cafés hier dat je zegt van nou, dat zou nog kunnen? In Liepde bijvoorbeeld? Nou, we zijn bezig om te kijken wat voor soort kroegen dat er op dit moment zijn. Maar ik denk misschien de Mert, die ongeveer hetzelfde kan bieden zoals Hangen dit kan bieden. Denk ik. Zou eventueel een alternatief kunnen zijn? Alternatief kunnen zijn, ja. Of de kerk. Buiten kerk zat een plek als deze. Die evenaart zich niks. Dus dit is gewoon uniek. Het is een leuke bijeenkomst. Ja. Vaste klant hier? Ja. Al jaren en jaren. Hoe lang is het jaren en jaren? Ja. Helaas, ik ga stoppen. Het is geen echt goed alternatief nog, hè? We kunnen naar de markt, maar ja, goed, dit is wel, dit is wel het. Dit is, ja. Jammer, hè, dat het echt ophoudt. Het is, ja, jammer. Zien jullie van die hele leuke t-shirtjes aan? Hè? Ja. Ja. Eens kijken, wat staat erop? Ja, Café de Boer. Café de Boer. En doen jullie hier ook iets? Ja, glazen ophalen en glazen wassen. Nou, me denkt je, genoeg te doen vanavond. Ja, ik kom er bijna niet doorheen. Nou, het is de laatste keer, dus dat gaat wel lukken. Ja. Gewoon hard doorwerken vanavond. Ja, ik beuk ze allemaal om. Goed zo. Ja. Veel succes. Dankjewel. We gaan flessen ophalen en die gaan we afspoelen. Flessen of glazen? Glazen. En draaien jullie eens om? Ziet Piet, werkvolk, hè? Ik zie hier enorm veel klanten die echt tevreden zijn. En die zeggen, het is toch wel een gemis straks. Heb je een idee waar die eventueel naartoe zouden kunnen? Ik zou het ook niet weten. Want ik kom ook nooit ergens, dus daar heb ik nu pas de tijd voor. Hier heb jij een café, hè? Dus we zullen zien, ja. Maar jullie zijn wel een van de laatste hier in Bokstel. Van de echte bruine cafés. Die gaan overal weg, hè? Al die dorpen overal. Het houdt allemaal op. Ja, ze lopen uit de kerk weg. En vroeger was de kerk, na de kerk, naar het café. Maar ja, ze gaan weinig meer naar de kerk. De kerk is leeg, de kroegen zijn leeg. Maar jullie hebben er wel aan moeten trekken. Ik bedoel, qua entertainment. Vroeger waren het de stamgasten die het café bevolkten. En nu ja, moet je toch meer brengen. Ja, je moet nou een beetje een item hebben. Hè. Je moet zingen met een boer doen of je moet een band hebben. Of als je niks doet, komt er iemand. Hè. Je moet wel iets organiseren tegenwoordige tijd. Iets moet je er wel aan doen. Ja. Anders komen ze zo niet in de kroeg zitten alleen. Nee, precies. Ondanks dat je mensen hebt die graag hier komen, maar er moet wel wat te doen. Ja, ja, ja. Als je niks doet, komt er iemand. Vaste klant hier? Ja. En het is heel dubbel gevoel. Het is heel gezellig, maar ook weer heel triest dat je hier afscheid van moet nemen. Van de oudste kroeg. Er zijn er maar zo weinig kroegen. Bruine cafeetjes in Brabant überhaupt. Ik kom zelf uit Vught en ik kom voor de Bruine Café kom ik speciaal voor naar Bokstel. En nou sluit het ook. In Vught hebben we het ook niet eens meer echt bruine cafeetjes. Laat staan in Den Bosch hebben we ook niet echt bruine cafeetjes. Maar tijd om weer bruine cafeetjes te komen. Kijk maar eens naar hier. Wat denk je dat voor jongeren bruine cafeetjes nog interessant zijn? Ja, ik denk dat we ze daarmee moeten gaan opvoeden. Ja, ik denk dat een stukje nostalgie, dat we dat kunnen doorgeven als oudjes. Misschien komt er nog iets anders op het pad. Ja, dat weet je nooit. Weet je nooit. Ja, iedereen bedankt. Alle mensen die ooit geweest zijn of
wel iets voor hebben kunnen betekenen. Bedankt. Dat denk ik zeker. Nou. Dankjewel allemaal, alle klanten. Ja. Ja. Nou, wij wensen jullie het allerbeste en van harte. Dankjewel. En nog een fijne avond. Ja, ik ga dan een piano doen. Oké.